Dit is Bonshout. Bonshout. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Soms is het een beetje moeilijk om bij te houden hoeveel battles ik gedaan heb. Maar ja, als je ook ja, de andere league erbij telt. Ja, tussen de 30 en 40 denk ik. Niks. Doe je in een weekendje. Ja, nee, is flink veel. Daarvoor ook nog freestyle periode. Ik denk dat ik inmiddels wel 10 jaar aan het battelen ben. Dus dat is wel uit de hand gelopen hobby. Ik kan wel naar zo'n programma helpen. Mijn man heeft een hobby of zo, toch? Nee, ik denk tussen de 30 en 40 dat ik er gedaan heb. Ik ben 25 jaar. Dus ja, ik begin ook al wel een jaartje ouder te worden. Volgens mij was ik dat ik aan Punch-Out mede, was ik net 18 of bijna 18. Dus dat is ook alweer flink tijd inmiddels. Dus dat gaat ook snel. Ja, mijn eerste event, ik denk gewoon 2 battles. Maar dat was ook meer van, ja, mijn eerste battle ging zo goed. Ik had zoveel crowd en ik had in die battle veel geschreven shit niet gedaan. Omdat ik dacht van, hey, ik zag mogelijkheden van, yo, ik kan inhaken op wat hij zegt. Dus veel rebuttals, ik denk wel 5 per ronde of zo. Het publiek ging er echt goed op. Maar als ik het nu terugkijk, ja, met die shit zou ik hier nu echt niet meer weg kunnen komen. Voor toen was het tof. En toen dacht ik van, ja, X kwam naar me toe van, yo, Froze heeft geen tegenstander. Ik zei meteen, ja, ik wil wel. En eigenlijk, ja, was een beetje impulsief toch, maar ja, uiteindelijk ging het wel gewoon oké. Ja, ik denk dat het grootste verschil in mijn beleving tussen de old en new gen, heel veel mensen gaan het niet met me eens zijn, dat weet ik. Ik vind kwaliteit. Ik ben namelijk zelf, wat je zelf in mijn eigen stijl ook wel terug hoort, wel voorstander van dingen die gewoon echt goed gevonden zijn, vergezocht, waar mensen gewoon echt voor moeten zitten. Ik snap dat simpele dingen soms ook wel aanslaan. Heel veel MC's uit de old gen hadden dat. Maar ik laat het heel erg op mezelf slaan. Kijk, als het een diepe bar is waar ik echt voor heb moeten zitten, echt voor heb moeten werken, dan ja, klinkt dat slimmer, klinkt dat toffer dan iets wat je gewoon opschrijft en wat werkt. Dan denk ik van ja, het is te makkelijk. Dan zou iedereen het kunnen. En ik merk dat veel boys van nu toch wel die stijl vasthouden waar ik zelf persoonlijk heel erg van hou. Als je kijkt naar een Keus, een Stef, bijvoorbeeld een Noozy. Ook de jongens als een Prelex, Safko, gewoon de wat jongere boys die nog wel wat moeten groeien. Maar die snappen hoe je bars moet schrijven op een manier dat ik het tof vind. Nogmaals, er is een heel groot publiek wat meer van de oude stijl houdt. Maar dit is wel echt wat ik voel. En ik vind het op een event nu ook leuker om alle battles te volgen in plaats van in het rokershok te hangen of... toevallig had ik het net met een paar van mijn collega-deelnemers er nog over dat... Het is een tijd geleden, de old gen, dus de goede battles blijven je bij. En iedereen vergeet dat je op een event daar had je soms gewoon 20 battles, waarvan er 15 gewoon zo kut zijn dat 9 van de 10 MC's ken je niet eens meer als ik hun naam zou noemen. En ja, nu zijn de events... Ja, soms qua grootte komen ze er wel in de buurt, maar... Ja, ik heb niet het gevoel dat het de hele tijd zo gaat. Je hebt wel wat mindere mensen, maar het blijft wat meer op een stabiele lijn. En dat vind ik interessant. Nou, wat het grappige is dat Seno en ik... Ja, we waren vroeger echt goede vrienden. Toen hebben we een hele tijd ruzie gehad. Eigenlijk na die battle die hij met Stef had... ik weet niet of het een wake-up call of iets was, maar... Ja, hebben we even telefonisch contact gehad. Eigenlijk bleek daaruit dat die hele beef... dat er een derde persoon, een mattie van ons allebei, ertussen is gekomen. En ons op een slimme, maar hele vieze manier toch best wel tegen elkaar heeft uitgespeeld. Ja, vervolgens kwam er denk ik van beide kanten ook wel een soort van schuldgevoel. Van, luister, we hebben echt elkaar dingen geflikt. Dat had helemaal niet gehoeven. En eigenlijk was dat ten onrecht van beide kanten. En toen hebben we het bijgelegd en toen... een beetje achter de schermen nog, een beetje voor het publiek ook. En toen dacht ik van, weet je wat... We gaan gewoon heel POB, inclusief X. Nou, met Eike hadden we het al even overlegd. Verrassen door gewoon teamen. Ook al zouden we gewoon kaka zijn, alleen al het feit dat wij daar samen staan, dat is fire. En dat ja, heeft goed uitgepakt, gelukkig. Nou, ik heb afgelopen seizoen een beetje geschommeld met mijn gezondheid. Er zijn nog wat dingen aan de hand. Ik heb toevallig ook een ziekte, ja, reumatische klachten. Dus dat zal sowieso niet helemaal weggaan. Zal je in een battle niet veel van zien. Misschien dat ik op een event wat manker loop. Natuurlijk, bij battles wordt er shit over gezegd. Het wordt knijterhard gebruikt. En om heel eerlijk te zijn, vind ik het heerlijk.
ik vind hetgeen wat wel hard aankomt, is dat mensen dan voor mij gaan bepalen of ik het wel of niet tof mag vinden of dat hij te ver gaat. In dit geval bijvoorbeeld Taser heeft het netjes aan mij gevraagd. En ik heb gezegd, please do it. Dat maakt het ook luchtiger, weet je. Als jij grappen over iets niet aan kan, dat wil zeggen dat dat op dat moment nog een rol in je leven heeft. Al is het niet fysiek, dan is het wel mentaal. Als jij er niet om kan lachen, dan beïnvloedt het je nog te veel. En ik denk van ja, ik kan erom lachen. Ja, het maakt het luchtig. En in principe hebben die MC's gewoon toestemming gevraagd. En wanneer dan mensen in de comments of persoonlijk gaan zeggen van ja, daar kun je niet om lachen. Dan denk ik van, jij zet mij nu neer alsof ik zwakker ben of iets. En dat vind ik eigenlijk erger. Wat vond ik weer mijn beste battle? Oké, dit klinkt gek. Ik weet dat heel veel mensen hem niet tof vonden. Maar ik vond mezelf tegen Mailman eigenlijk juist wel een van mijn beste. En ik weet dat ik in de judgment lage cijfers kreeg. Maar als ik die battle terugkijk, merk ik wel dat ik ook gewoon het publiek de hele battle toch achter me had. Dat ik denk van, ja, ik weet niet wat er misging of iets. Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel tevreden over. Maar ik vind misschien ook wel een van mijn beste battles all time was tegen Luigi. Daar ben ik wel, ben ik wel heel blij mee eigenlijk. En dat om gewoon een keer tegen een meid te staan. En ondanks de dirties overdenken, vond ik er toch best wel tof. Dat die RTL 7, je bent meer voor mannen dan RTL 7 of zo. En die Niggas in Paris reference van Kanye, ik vond het gewoon hard. Maar ja, ik had hem wel duidelijk gewonnen, maar ik was daar ook. Omdat ik dat merkte, dat ik echt aan het domineren was, kwam ik ook echt in die battle. En als ik dat nu terugkijk, denk ik ook van ja, ik had het ook echt naar mijn zin toen. Dus dat vind ik misschien wel mijn tofste ooit zelfs. Hoe het met Luigi gaat? Ja, goed denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik zie soms op Facebook wel eens wat voorbij komen. Dat is wat kunstzinnige dingen aan het doen. Dus nou, tof. Dat is aardig, het mag wel. Ik hoopte zo erg dat ik tegen Killer Croc mocht. Want, oh, hij had toen tegen Keus die coin toss. Waar toen Keus die zei kop. Toen zei X van ja, het is heads. Keus mag beginnen. En dat Killer Croc zegt van nee, het is heads. En hij zegt kop. En dat ik toen, ik dacht, ja man, dat ik. Ik hoef niet eens bars te verzinnen. Ik zou gewoon elke ronde gewoon dat nog even kunnen benoemen. Omdat, ik weet niet man, dat is zo legendarisch. Maar het is wel echt een fail gewoon. Dus ik hoopte altijd al een keer van ja, ik moet eigenlijk gewoon een keer tegen Krop. Puur om gewoon even te vragen wat het nou precies was toch. Dus ik ben wel hyped. En het is geen rematch. Dat was voor mij was dat wel lastig. Want volgens mij heb ik serieus de helft of meer dan de helft van de top 16 heb ik al gebatteld. Kijk, Keus, Stef, Waldo. Ik weet niet eens wie er allemaal verder is. Taser, zelfs al twee keer gebatteld. Dus ja, in principe eerst zat Cooper er nog in. Dat had dan misschien ook nog een rematch geweest. Dus ik ben in ieder geval blij dat ik gewoon een nieuwe opponent heb. En Vito heb ik ook al gebatteld. Dus dat is voor mij is dat sowieso wel een opluchting. Maar ja, als ik dit win, dan zou ik in principe tegen misschien Taser moeten. Dat zou dan de derde keer in een jaar zijn. Dus dat ja, is ook wel iets unieks. Ben ik wel de eerste die een derde rematch heeft. Gewoon dat, Ik vond Killer Croc de beste battle tegen Mix. Daar kwam de delivery, was hij scherp. Daar vond ik hem ook echt tof. Toen dacht ik ook wel van zo. Die zo tegen mij komt, dan moet ik wel eens even aan de bak. Maar dat vond ik echt tof, ja. Maar aanpak tegen Killer Croc. Ja, kijk, ik doe veel battles. Dus ik denk dat het sowieso voor mij belangrijk is om niet een one-trick pony te zijn. En niet weer met diepe bars en dezelfde aanpak. Misschien dat ik toch even wat anders probeer. Wat? Ja, dat weet ik niet. Killer Croc is energiek as fuck. Ik ben dat, ja, niet heel erg. Ook niet, totaal niet. Een beetje in het midden, weet je. Dus dat. Daarin zou hij mij wel flink kunnen overklassen. Kijk hoe ik dat ga tackelen. Ik weet wel dat zeg maar, zijn wordplay punchlines, dat ik op dat level wel een stap verder ben. En misschien daarin wel zou kunnen domineren. Dus een goede balans vinden en dan hopen dat het op zijn plek valt. Ja, in principe kijk ik wel naar alle achtste finales uit. Omdat je weet nooit wat er gebeurt. Je zal maar net de underdog hebben die vieze informatie over iemand heeft en dat echt ziek gaat uitpakken.
van de Stef Toontje. Ik weet echt niet wat ik ervan moet verwachten. Dat is... Kijk, Toontje... Volgens mij 2 battles gedaan. Eerste battle... Oh, 3. Eentje kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat hij zeg maar van... Naar Zwolle naar Jugoslaaf... Een gigantische stap heeft gemaakt vooruit. Ja. Ik denk dat hij dat nu wel weer gedaan heeft. Tegen Stef. Alleen... Is die groot genoeg en heeft Stef voldoende materiaal en voldoende motivatie om tegen Toontje te gaan? Daar hangt het allemaal een beetje vanaf. Ja, de grote kans maken. Ik denk dat een halve finale zal sowieso keus Stef. Ja, naar mijn kant, ik ben wel van plan echt mijn best te doen. Ik denk Ekbaldo. Vanuit daar durf ik het ook niet echt meer te zeggen. Dat zijn 2 battles sowieso die allebei de kanten echt op kunnen gaan. Het is ook wie heeft zijn dag, wie heeft de beste bars. Maar ik denk wel dat een van ons 4 wel ver zou kunnen komen. Dat denk ik wel. Ik heb nog een boodschap voor Killer Krop. Het is eigenlijk een Engels lesje. Het met kop en punt is kop. Dus mocht het kop worden, een excellent zegt het is het. Mag ik dus gewoon beginnen. Niet jij. Verder, veel succes. Niet zo hard in mijn oor schreeuwen. Weet je, ik ben ook een dagje ouder, dus... Ja, dat werkt ook allemaal niet meer zo goed. Dus dan werkt het helemaal niet meer en zo. Kijk ernaar uit en, AT16. Lachen. En, koop allemaal je kaartje. Want dit ga je sowieso willen zien. 25 juni. En Punch-Out Battles. Daarna gaat lekker een nieuwe gen weer van start. En hopelijk weer nieuwe gezichten. En lekker fris. En jullie horen er wel gewoon bij. Dus, see you then.